Je hebt er vast wel eens al gehoord, de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Een Nederlands bedrijf, opgericht in onze Gouden Eeuw, wat ons voor een korte tijd het machtigste en rijkste land ter wereld maakte. Maar waarom werd de VOC eigenlijk opgericht en waarom was het zo'n succes? Dat vertel ik je in deze video. Voordat we ons gaan richten op de Gouden Eeuw, neem ik je eerst eventjes mee naar de periode ervoor. In de 16e eeuw gaan Europese landen hun pijlen richten op de rest van de wereld en daar hebben ze verschillende redenen voor. Dat kunnen allereerst economische redenen zijn. Ze willen graag handelen en nieuwe producten en ze willen rijker worden, dus het gaat dan om geld. Een tweede belangrijke reden is religie. Ze willen graag het geloof verspreiden, dat is in deze periode vaak het christendom. De derde reden is misschien wel het meest simpel. Het is een politieke reden. Ze willen namelijk land veroveren, een gebied uitbreiden. In eerste instantie wordt er vaak gereisd over het land. Een van de bekendste voorbeelden daarvan is Marco Polo, die vanuit Europa richting Azië ging. Maar al heel snel wordt duidelijk dat het over de zee een stuk sneller zou kunnen gaan. Spanje en Portugal zijn de eerste landen die hier erg succesvol in zijn. Later volgen ook Engeland en Nederland. Nederland had in eerste instantie veel succes met de Oostzeehandel. Wat dat precies is, leg ik je in een latere video uit. Maar hiermee konden ze vast experimenteren en oefenen met scheepsbouw, met het handelen over het water en hoe dat gaat met langere periodes reizen. Tussen 1498 en 1595 was de specerijenhandel in Oost-Azië voornamelijk in handen van de Portugezen. Ze werden hierbij gesteund door de paus. Ook in die periode, namelijk in 1580, werd Portugal bezet door Spanje, door de Spaanse koning Philips II. Nederland is op dat moment ook in oorlog met Spanje. Dat is namelijk onze 80-jarige oorlog. Vanaf dat moment wordt het verboden voor de Nederlanders om aan te leggen in de Spaanse en Portugese havens en is het voor ons dus onmogelijk om te gaan handelen in specerijen. De Nederlanders zien maar één oplossing voor dat probleem. Zelf gaan handelen in specerijen. En dat is een hele slimme keus geweest. Vanaf 1595 gaan steeds meer compagnieën richting Oost-Azië om daar te gaan handelen. Eigenlijk kan iedereen met voldoende vermogen een schip aanschaffen, wat bemanning bij elkaar sprokkelen en een kaartenmaker inhuren om een kaart mee te nemen op het schip natuurlijk. Dat levert alleen twee grote problemen op. Allereerst is de maandenlange reis richting het oosten niet zonder gevaar. Piraten azen op de schepen vol met waardevolle goederen. Je kunt scheurbuik krijgen vanwege het gebrek aan vitamine C en andere belangrijke voedingsstoffen. En de route richting het oosten is behoorlijk lastig te bevaren af en toe. Een van de beruchtste plekken om langs te varen is voor de kust van Kaap de Goede Hoop. Daar komen de Atlantische en de Indische Oceaan samen. Het warme water uit het oosten en het koude water uit het westen zorgt voor gigantische golven en heftige stormen. Vele schepen zijn daar vergaan, waaronder die van de legende de Vliegende Hollander. That's the Flying Dutchman. Het tweede probleem is concurrentie. Wanneer een bepaald product door meerdere mensen of bedrijven wordt aangeboden, dan zakt de prijs. Als ik wil dat je het product bij mij koopt, dan zorg ik er natuurlijk voor dat mijn prijs net iets lager ligt dan die bij mijn buurman. Daardoor maak ik minder winst en mijn buurman helemaal niet. Oftewel, de prijzen zakken en zakken en zakken en zakken. En dat is wat niemand wil. Dat moet dus anders. Johan van Oldenbarneveld was op dat moment raadpensionaris van de Nederlanden en hij zag dit probleem ook. Eén groot sterk bedrijf zou veel succesvoller zijn en bijvoorbeeld tegenstand kunnen bieden aan de Portugezen. Hij dwong de 6 grote compagnieën om samen te gaan werken en was daarmee de bedenker van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Al het materiaal werd bij elkaar gelegd, zoals schepen en kaarten. Al het personeel werd onderdeel van de VOC en iedereen mocht daardoor samen gaan werken en werd één groot onderdeel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, van de VOC. De oprichting van de VOC bracht 2 belangrijke veranderingen met zich mee. Allereerst werd er op alle geïmporteerde producten, dus producten die vanuit het buitenland hier naartoe werden gebracht, belasting geheven. Die belasting kwam in de schatkist terecht en die werd gebruikt voor de oorlog tegen Spanje. Was uiteindelijk erg belangrijk. Daarnaast gaf de Staten-Generaal het octrooi, het alleenrecht, om te handelen in Azië aan de VOC. Geen enkel ander Nederlands bedrijf mocht daar dus naartoe gaan om te gaan handelen. Op dat moment was Nederland nog niet de enige die handelde in specerijen. Er was dus nog steeds concurrentie, maar dan met andere landen. Al snel werd wel duidelijk dat om het echt succesvol te laten zijn, er een monopolie nodig was. Dat Nederland de enige in de wereld zou zijn die handelde in specerijen.
Jan Pieterszoon Koen kreeg de opdracht om op welke manier dan ook de specerijenhandel in Oost-Azië volledig in handen te krijgen. Hij voerde hiervoor oorlog met andere Europese landen, maar ook met plaatselijke Indische leiders. Uiteindelijk lukte het hem om op bijna alle specerijen het monopolie in handen te krijgen. Dat deed hij door veel geweld te gebruiken en het bekendste voorbeeld daarvan is waarschijnlijk de Banda-eilanden. In 1622 werd vrijwel de gehele bevolking van de Banda-eilanden vermoord, zodat de Nederlanders de handel in nootmuskaat, foelie en kruidnagel in handen zou krijgen. Er werd slechts een handjevol inwoners gespaard. En dit is maar één voorbeeld van hoe de Nederlanders daar te werk gingen. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden slaagde er met de oprichting van de VOC in om schat en schatrijk te worden. Door de handel in met name peperdure specerijen werd veel geld verdiend. Dat gold alleen niet voor iedereen. Het overgrote deel van de Nederlandse bevolking heeft helemaal niets van die rijkdom gemerkt. De VOC werd dus een groot succes omdat ze een monopolie verkregen op de handel in specerijen. Een luxe product waar een klein groepje mensen in de wereld heel erg veel geld voor over had. Die specerijen werden trouwens gekocht met hetzelfde doel als waar ze nu ook nog steeds voor worden gebruikt. Namelijk voor het op smaak brengen van je eten. In die periode had je natuurlijk geen koelkasten of vriezers waar je vlees in kon bewaren. Dat werd gedaan in grote vaten vol met zout. Dat zorgde ervoor dat het wat langer goed bleef. Maar daardoor smaakte je vlees wel als een slok zeewater. Niet echt lekker. Met die kruiden kun je het weer een beetje op smaak brengen en is het wat beter te doen. Maar het is echt alleen weggelegd voor de elite. De VOC was dus een groot succes en bracht ons veel rijkdom. Toch ging het failliet in 1798. Waarom? Dat leg ik je graag uit in een andere video. Vond je dit nou een fijne uitleg? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Heb je nog vragen of is iets niet helemaal duidelijk? Doe dat even in de comments. Dat beantwoord ik zo snel mogelijk. Vergeet je niet te abonneren, dan mis je echt helemaal niks. En ik zie je heel graag in de volgende video. Doei!